Goedenavond van mijnentwege. Ik ben Bart Verbist, ik ben KMO-adviseur bij KBC Bank. En blijkbaar is de vorige spreker abrupt afgeklokt, dus we gaan een beetje verder met de presentatie die ik heb voorbereid op vraag van Unizo. Even mijn functie duiden. Ik ben KMO-adviseur bij KBC Bank, dat wil zeggen fiscaal, juridisch, financieel adviseur voor ondernemers op een sleutelmoment. En laat nu het overlaten van een familiale onderneming het sleutelmoment bij uitstek zijn. En daarom heeft Unizo mij ook gevraagd om een uiteenzetting te komen geven over deze problematiek. Een paar titels die we gewoon in de kranten, in de media vinden. Ondernemer worstelt met overdracht van het bedrijf. 60% van de familiale eigenaars heeft nog geen idee aan wie zijn eigendom overlaten. Hè. Passiviteit, gebrek aan kennis zijn belangrijke pijnpunten enzovoort. Dus dat betekent dat er toch wel ergens op een of andere manier wat aarzeling is om dus eigenlijk een familiale onderneming over te laten of daar op zijn minst een aanzet toe te krijgen. Vandaar even de agenda. Hè. Hoe we dat gaan opvatten, wel, we gaan eerst een keer kijken van wat is er belangrijk. Hoe gaan we een zaak klaarmaken voor een overlating? Hoe wordt dat gefinancierd, de waarborgen enzovoort? U hoort het allemaal in de loop van de sessie. Laat ons beginnen met het basisuitgangspunt, begintijdig. Wat betekent dat eigenlijk? Het overlaten van een onderneming als dusdanig heeft toch een doorlooptijd van, wij rekenen minstens 6 maanden tot een jaar. Maar dat betekent niet dat u dus 6 maanden voor de potentiële overlating ineens zou moeten gaan beginnen om dus een en ander orde op zaken te stellen. 3 tot 5 jaar voorbereidingstijd alvorens men effectief zijn bedrijf begint of wil overlaten, is toch echt aangewezen. In de eerste instantie is het dus traditioneel dat men toch wel graag heeft dat een van de kinderen, kleinkinderen, eventueel de zaak overneemt. En dat maakt het ook gemakkelijk, want de betalingsmodaliteiten, eventueel kan het zelfs via een schenking gebeuren of een uitgestelde verkoopprijs, die kunnen natuurlijk veel vlotter verlopen. Maar dat is niet evident de dag van vandaag, want nogal wat kinderen van zelfstandige ondernemers hebben gezien dat hun ouders heel hard hebben moeten werken en hebben dus via hun opleiding of andere inzichten, hebben dus eigenlijk de beslissing voor zichzelf gemaakt van dit gaan wij niet verder doen. En wat dan? Maar nu, uit ervaring kunnen we toch stellen dat dus je niet te ver moet kijken. In eerste instantie kijk eens even in je directe omgeving. Een overdracht aan mensen die werken in de onderneming, het personeel enzovoort, lijkt op het eerste zicht onmogelijk, want ja, die hebben toch geen geld enzovoorts. Maar desondanks, als daar interesse bestaat, zijn de mogelijkheden om een overlating intern te doen heel vaak heel succesvol. En in laatste instantie is er natuurlijk de overdracht aan derden. En daar stelt zich dan het probleem van, ja, als we dat gaan overlaten aan vreemden, dan moet dat in alle discretie gebeuren. Dus je zit hier dus eigenlijk een beetje met de spanning tussen, ik wil mijn overdracht of mijn potentiële of mijn wens tot overlaten kennis publiek maken, maar anderzijds wil ik dus toch wel vermijden dat mijn personeel daarvan in shock geraakt. Maar alvorens dat je dat gaat beginnen voorbereiden, moeten we dus eerst heel duidelijk het onderscheid maken of we te maken hebben met een eenmanszaak of een vennootschap. Een zelfstandige onderneming als eenmanszaak, dat betekent eigenlijk dat één fysieke persoon een ondernemingsnummer heeft en eigenaar is van alle beroepsactiva en eigenlijk ook de verantwoordelijke en de schuldige voor alle mogelijke beroepsschulden. Zitten we in de situatie van een vennootschap, wat eigenlijk courant is de dag van vandaag, dan is het de vennootschap die het handelsfonds bezit. Vennootschap die weliswaar eigendom is van de familie, bestuurd, gecontroleerd wordt door één of meerdere natuurlijke personen, maar die is eigendom van zijn eigen activa, passiva, van zijn eigen handelsfonds. In geval van een eenmanszaak is men eigenlijk bijna genoodzaakt om een soort inventaris te maken. Wat gaan we overlaten? Gaan we ons gebouw overlaten? In veel gevallen wenst men dat gebouw toch te houden als een soort ja, extra vermogenscomponent die inkomsten op maandbasis genereert om een pensioen aan te vullen. En gaat men dus eerder
geneigd zijn om dus het handelsfonds machines rond materiaalvoorraad over te laten. Het is evident dat men zijn zichtrekening niet gaat overlaten of facturen die men uitgeschreven heeft en die nog niet binnengekomen zijn, of zaken die men wenst te behouden, bijvoorbeeld het voertuig waar de bedrijfsleider zich mee verplaatst, dat komt dan gewoon in de privésfeer. Maar als sluitstuk is er dan nog het issue van de goodwill. Wat is goodwill eigenlijk? Goodwill is er eigenlijk een term die slaat op het potentieel om onmiddellijk inkomsten en winst misschien te genereren. Goodwill omvat alles wat je niet echt kan vastpakken met de handen. De naam, de goodwill, is het cliënteel, de exclusiviteit, hun contracten, de reputatie, de website enzovoort. Dat zijn dus eigenlijk zaken die in zijn geheel een soort netwerk vormen, waardoor dat klanten automatisch naar de onderneming getrokken worden. Hoe ga je dat bedrijfseconomisch waarderen? We komen daar onmiddellijk op terug. Wat zal de fiscale belasting eigenlijk zijn van zo'n overdracht? We komen daarop terug. Maar één ding is duidelijk, het is de overnameprijs die zal moeten gebruikt worden om de openstaande kredietsaldi die er nog zijn aan te zuiveren. Het is hoogst ongebruikelijk dat een overnemer ook de commerciële kredieten gaat overnemen, met uitzondering misschien van leasingschulden. De goodwill van de eenmanszaak, ja, hoe ga je dat waarderen? Wel, in feite is dat het surplus boven het actief dat je zichtbaar, tastbaar aanwezig hebt, het surplus dat de mogelijkheid biedt om zichzelf eigenlijk binnen een termijn van 5 tot 7 jaar, dat is zo ongeveer een richtperiode, terug te verdienen met vrije cashflow vanuit de onderneming. Nadat uiteraard iedereen correct is betaald. Prijszetting is vrij, met een belangrijke uitzondering voor officina's, is te zeggen de goodwill van een apotheek. Dat is bij koninklijk besluit geregeld sinds de jaren 70. Soms krijg ik wel eens de boodschap, ja, maar de goodwill, dat is gemakkelijk, dat is de winst van de laatste 4 jaar. Men noemt dat in fiscale termen de 4x4-regel, de regel van de laatste 4 jaar. Wel nee, dat is gewoon een fiscaal plafond, dat is gewoon een drempel boven de welke de goodwill geen apart gunsttarief krijgt in zaken taxatie. De winst van de laatste 4 jaar, samengeteld, is dus eigenlijk het plafond waarboven goodwill gewoon belastbaar is aan het marginale tarief, het hoogste belastingstarief. Ik heb het hier in een overzichtsschema gezet. In normale omstandigheden gaat dus eigenlijk bij de overdracht van een onderneming, een eenmanszaak, de meerwaarde, het staat hier niet helemaal correct aangegeven, niet de materiële activa die overgelaten worden, maar de meerwaarde, dat is het verschil tussen de fiscale nettowaarde of de boekwaarde, meestal is dat hetzelfde, en de prijs die je krijgt, dat verschil is winst. En die ondergaat naar aanleiding van de stopzetting, de overdracht is een stopzetting, een apart tarief van 16,5% personenbelasting. Alles wat niet tastbaar is, goodwill, immaterieel actief, zal belast worden aan het dubbele, 33%, tenzij het stuk dat groter is dan de winst van de laatste 4 jaar. Voorraden, bestellingen in uitvoering bij een uitverkoop van een winkel of weet ik veel, die zijn gewoon belastbaar aan het progressief tarief. Maar, sinds een paar jaar is er een extreme gunstige maatregel die zegt, wanneer men overlaat in ofwel gedwongen omstandigheden, omwille van ja, ziekte, invaliditeit, onteigening, een overlijden van een familielid of het overlijden van de bedrijfsleider zelf, of vanaf de leeftijd van 60 jaar, dan vervallen al die tarieven naar 10%. Dus zowel op voorraden, meerwaarden op voorwaarden, meerwaarden op goodwill, meerwaarden op materieel actief, is dan slechts nog een personenbelasting verschuldigd van slechts 10%. Dat is toch wel echt heel gunstig. Dat maakt eigenlijk dat men als, en dat is de bedoeling geweest, dat men als 59-jarige zegt van, we gaan toch nog een jaartje verder doen. 10%, dat is de federale personenbelasting in geval van stopzetting na 60. Maar daar komt dan een aanvullende gemeentebelasting op. Waar raad van gemiddeld ongeveer 7%, 7,5%. Dus dat is niet 10 plus 7, maar dat is 10,7%, ongeveer 11%. Moet daar nog RSZ op betaald worden, is de vraag.
In de regel wel, maar hier geldt een uitzondering. Op het moment van effectieve stopzetting of het voorgaande jaar moet er dus geen reset meer betaald worden. En het jaar van pensionering of het jaar voordien per definitie ook niet. Dus men is er eigenlijk vanaf zijn 60ste op voorwaarde dat men niet meer verder werkt in de onderneming van de kinderen of in bijberoep na zijn pensioen, is men dus eigenlijk wel fiscaal goed af. Zitten we in de situatie van een vennootschap? Ja, dan is het dus de vennootschap die eigenaar is van het handelsfonds. En dan stellen zich twee mogelijkheden. Ofwel gaat die vennootschap haar activa overlaten. Dat is hetzelfde gelijk een natuurlijke persoon. Ofwel gaat de familie de aandelen, het bedrijf, via aandelen overlaten. En dat is een fundamenteel verschil. Als de activa worden overgedragen, is het dus eigenlijk de vennootschap die de overnameprijs ontvangt. Ook hier weer zullen geen kredieten overgelaten worden, maar alleen activa. En als die een meerwaarde opleveren, ja, dan zal die meerwaarde belastbaar zijn, maar wel in de vennootschapsbelasting. En laat dat nu extreem gunstig zijn sinds 2020. Dus een vennootschap die haar handelsfonds verkoopt, blijft in de regel over met alleen nog maar geld op de rekening en een fiscale schuld. En de aandeelhouders, die blijven zitten met de vennootschap. Dus het aandeelhouderschap wordt in zo'n situatie niet gewijzigd. Men blijft aandeelhouder en de vennootschap die gaat de prijs incasseren en dan gaat men zich de vraag stellen, wat gaan we daar nu mee doen? Gaan we die onmiddellijk of later liquideren? Gaan we die omvormen naar een patrimoniumvennootschap of een ander doel geven? In ieder geval, dit soort overdrachten laat dus toe om dus niet alle activa over te laten. Het gebeurt minder en minder dat het vanuit een vennootschap zo gebeurt, maar desondanks. Vaak gaat men proberen van de aandelen over te laten. Dus waarom? Omdat je dus om te beginnen de overdrachtsprijs in de vennootschap ontvangt, je moet het er nog uithalen en dat kost dus een liquidatiebelasting, normaal gezien roerende voorheffing, en die kost 30% de dag van vandaag. Maar voorafgaand, als de vennootschap op de verkoop van haar handelsfonds meerwaarde realiseert, gaan die vennootschapsbelasting ondergaan, weliswaar beperkt tot maximum 25%. In uitzonderlijke omstandigheden zal dit nog aan 20% kunnen. Maar hoe dan ook, men blijft dus zitten met de structuur. Vandaar dat dus eigenlijk de overdracht van de vennootschap meestal de voorkeur geniet, maar men gaat dan een discount moeten toepassen. De overdracht van de aandelen zal sowieso aan een lagere prijs gebeuren dan dat de vennootschap haar handelsfonds verkoopt. We gaan dat onmiddellijk zien bij de waardering van de vennootschap. Overdracht van aandelen is dus niet alleen om al die fiscale redenen de meest gekozen optie, maar ook omdat het eenvoudig is. Hè. Je hebt daar geen notaris of geen revisor, niks speciaal voor nodig. Je kan dat onderhands, daar is eigenlijk geen BTW, geen registratierecht, niks over verschuldigd. In België gaat men zijn zaak via aandelen kunnen overlaten met 0% personenbelasting. De koper koopt aandelen en die moet ervoor zorgen dat hij die aankoopprijs kan terugbetalen. Maar hoe is zo'n vennootschap dan gewaardeerd? Wat is het dan eigenlijk waard? Het handelsfonds kan een optelsommen maken van het actief wat erin zit, een waardering van de stok maken en misschien met een natte vinger in de lucht de prijs op de goodwill, dat maakt het moeilijk. Maar hoe doen we dat dan met een vennootschap? Let op, als je een vennootschap overlaat, zomaar, dan is het de lasten en de lusten. Dus je laat een vennootschap over met haar kredieten, met haar schulden, met haar verplichtingen, met haar contracten, huurcontracten, personeelscontracten en dies meer. Daar verandert op dat vlak niks. Hoe gaat je nu je vennootschap waarderen? Wel, in feite bij de overdracht van vennootschappen zijn er als het ware drie basismanieren om dat te waarderen. Substantieel, dat is de inhoud, dat is de balans. We gaan dat even in detail bekijken. Rendementskundig, dat is de resultaatrekening, dat is niet de balans, maar wat brengt dat op? En tenslotte zijn er ook nog wel, maar dat gebeurt zelden, of toch minder en minder, marktmethodes die zeggen van, ah ja, maar ja, dat is een zaak die in dat en dat doet, dat is de omzet, zoveel, een factor maal x. Dat is een beetje kort door de bocht, maar ik moet je toch vermelden dat dit soms gebeurt. Substantiële methode, intrinsieke waarde, wat is dat? Wel, wij gaan kijken naar de structuur, naar de balans. Wat zit erin?
Men gaat eigenlijk een optelsom maken van alle activa aan hun reële waarde, dus zowel de minwaarde, stel dat er onverkoopbare stok zit, of facturen waarvan je zegt, ja, dat is al 3 jaar dat die niet betaald worden, we moeten dat afschrijven, dan gaat dat eigenlijk afgetrokken worden van het vermogen van de vennootschap. Maar, zeker als er vastgoed aanwezig is, hè, dan gaat dit een latente meerwaarde naar boven brengen, die ook in rekening wordt gebracht. En na een verrekening van de fiscaliteit op die meer- of minwaarden die er dus ja, verborgen, latent aanwezig zijn, komen we tot wat heet de intrinsieke waarde of de inhoudswaarde van een vennootschap. Ik heb hier een heel simpel voorbeeldje om dit te illustreren. Stel, een vennootschap heeft een eigen vermogen, kapitaal opgebouwde reserves van 400.000 euro. Men noemt dat de boekwaarde. Dat is wat dat je zichtbaar in de vennootschap hebt, officieel, voor de buitenwereld. Maar in die vennootschap zit een gebouw en dat is boekhoudkundig nog 250.000 euro waard. Als je dat laat schatten, blijkt dat toch ongeveer een 750.000 euro te kunnen opleveren in geval van verkoop. Dus je zit met een verborgen meerwaarde van 500.000 euro en zolang dat je daar niet aankomt, is dat absoluut niet belastbaar. Maar daar rust een fiscale latentie, een meerwaardebelasting of een belasting van 25% op de indien gerealiseerd meerwaarde van de vennootschap van 25%, 125.000 euro. Dus na belasting kun je zeggen van die vennootschap heeft 400.000 euro eigen vermogen plus 375.000 euro verborgen vermogen, rekening houdend met de toekomstige fiscaliteit. En dan zou je kunnen stellen van deze vennootschap die heeft dus eigenlijk een waarde van 775.000 euro. We gaan verder. De rendementsmethode is eigenlijk de meest relevant, want in feite als men een onderneming overneemt, dan gaat men in hoofdzaak eigenlijk de activiteit viseren. Waar is die vennootschap mee bezig? Wat brengt dat op? Wat houd ik daaraan over? En dan heb je zo van die methodes gebaseerd op van die afkortingen, EBITDA en EBIT enzovoort, vrije cashflow, netto winst, verdisconteerde cashflow. Dat zijn dus eigenlijk allemaal begrippen, vaak in het Engels uitgedrukt, die allemaal rekening houden met het opbrengstpotentieel of het rendement dat je uit die zaak kan halen. Hoe gaan we dat eigenlijk in het algemeen bekijken? Wel, je vertrekt in feite van de resultaatregeling. Let op, we kijken in die visie kijken we niet naar de balans, wat erin zit, hoeveel geld dat er op de rekening staat, maar gewoon, wat komt daaruit? En dan gaan we dus eigenlijk vertrekken van het resultaat. Wat heeft die vennootschap gemiddeld genomen de laatste jaren gepresteerd? En dan gaan we daar eigenlijk alle kosten en opbrengsten gaan corrigeren in die resultaatrekening, die strikt genomen niet echt met de exploitatie te maken hebben. Dat hoeft helemaal niet om fraude te gaan, hè? Want dus voor een goed begrip, het is quasi onmogelijk om een financiering te krijgen van een vennootschap op basis van ja, winst die een beetje naast de schuif is gevallen of niet op de resultaatrekening is geboekt. Een officiële lening bij een bank kan alleen maar met officieel geld terugbetaald worden. Maar waar ik het hier op heb, is eigenlijk kosten zoals bijvoorbeeld premies voor een groepsverzekering of een IPT, een individuele pensioentoezegging. Inhaalpremies, backservice premies, die de bedrijfsleiders zich de laatste jaren voor hun pensionering extra hebben toegekend. Dat is volkomen legaal, maar is niet normaal voor een overnemer, want die gaat dat niet doen. Dus een prioriteit is dat bedrijf terug lanceren en daar een nieuwe boost aan geven met de energie van een jong persoon. Pas op, er is ook een keerzijde. Zeer vaak stel ik vast dat in familieondernemingen de ganse familie werkt, of minstens het koppel dat de zaak recht houdt, en waarbij dat er dus maar ene effectief verloond wordt. En dan zeg ik van, ja, oké, meneer of mevrouw, werkt u daar voltijds in? Ah ja, natuurlijk, dat is een zaak van ons twee. Maar u krijgt geen bezoldiging. Dat eet is toch van ons? Oké, maar als u de zaak overlaat, dan is dat meestal om ermee te stoppen en dan gaat dus eigenlijk de overnemer twee loonkosten moeten incalculeren voor twee mensen die fulltime werken.
En dan ga je dus eigenlijk een negatieve correctie hebben op de resultaatrekening. Een tweede element, wat ook soms in de laatste jaren voor een overlating geen prioriteit krijgt, is de investering. Men gaat dus eigenlijk een jaar of twee, drie voor zijn overlating, voor zijn pensioen, is men niet geneigd om te zeggen, ja, maar we gaan heel dat computersysteem nog eens veranderen, of we gaan ons interieur een keer volledig opfrissen. Dat gebeurt zeer zelden. In de context van een familiale overlating misschien eerder, maar anders niet. Ja, goed. Een zaak die niet af en toe herinvesteringen doet, vervangingsinvesteringen of groeinvesteringen, ja, die bottert achteruit. Dus eigenlijk moet er ook rekening gehouden worden met de normale investeringsbehoeften van de volgende jaren. En dus een stuk van de cashflow zal dus eigenlijk prioritair moeten bestemd worden naar dat soort investeringen en niet naar de terugbetaling van een overname. Wat wij gaan doen is eigenlijk de laatste jaren in overschouw nemen en een gewogen gemiddelde maken, waarbij dat dus het allerlaatste jaar meer zal doorwegen dan het jaar tevoren en nog veel meer dan 2 of 3 jaar tevoren. Goed, en dan krijgen we dus een waarde, volgens verschillende criteria. We zien dat zelfs in detail, maar één ding moet ik op voorhand zeggen. De waarde, dat is gelijk een expertise van een gebouw. De waarde is het resultaat van een berekening, van een schatting, van een vergelijking. Dat is een uitspraak van een deskundige, maar dat is niet de prijs. De prijs is het resultaat van een onderhandeling. En uiteraard, als je je woning wil verkopen en je vertrekt van een geschatte waarde, dan heb je een basis om dus eigenlijk de vraagprijs te lanceren en een negotiatie te gaan voeren. Maar die twee kunnen wel degelijk verschillen. KWC doet waarderingen van familiale ondernemingen op vraag van eigenaars, overlaters, niet op vraag van kandidaat-kopers. En de reden is dat een balans en de resultaatrekening van een Belgisch bedrijf boekhoudkundig en fiscaal volledig correct kan zijn, maar totaal geen zicht geeft op de werkelijkheid achter die cijfers. En dus moeten wij iemand hebben die ons de interne gegevens kan bezorgen, waarmee wij dus in dialoog kunnen komen tot een realistische waardering. Wij gaan daarbij een zevental methodes gebruiken, zowel substantieel, maar hoofdzakelijk gefocust op de rendementswaarde. Dus het substantiële gaat wel een weging hebben, maar niet doorwegen. En dan gaan we dus op basis van de specifieke sector en de activiteit komen tot cijfers die u een inzicht gaan geven in de elementen die een waardering bepalen en een richtinggevend bedrag. De bedoeling van KBC is eigenlijk vooral, want we doen nog maar een jaar of twee, drie voor de publieke, alleen in publiek, dus voor de waardering, voor kredieten toe te staan, dat is een andere kwestie, maar gewoon ondernemers die dus willen stoppen met hun zaken, die gaan we dus helpen om daar een objectieve waardering van te maken. We gaan niks verbloemen. En de bedoeling is eigenlijk om aan te geven in een adviesgesprek aan de hand van dit rapport wat u dan krijgt, van kijk, die en die en die elementen, daar zou u dus de volgende jaren kunnen aan werken om dus de waarde van uw vennootschap op te krikken en de verkoopbaarheid daarvan te bevorderen. Vandaar ook helemaal in het begin dat ik zeg, begin tijdig. Doe dat een jaar of 3, 4, 5 misschien, voordat je effectief op pensioen gaat of voordat je zegt van, nu is het genoeg. Want soms zit er een gebouw in de vennootschap of in de activiteit en zeggen we, wat gaan we daarmee doen? Willen we dat overlaten? Ja of nee? Als je 3, 4, 5 jaar op voorhand maatregelen kunt nemen, dan kan je bijvoorbeeld via een belastingvrije splitsing of andere maatregelen, dus activa of bepaalde zaken die eigenlijk je niet wilt overlaten, afsplitsen of onderbrengen in de privésfeer of in andere vennootschappen, zodanig dat het moment van overdracht alleen maar betrekking heeft op de onderneming met haar exploitatie en zonder overtollige reserves, zonder activa, waarvan dat gezegd, nee, dat willen we voor ons houden. Oké, ik stop hier met de waardering. Ik ga eventjes aan de andere kant van de negotiatie staan. Dit moet ook gefinancierd worden. En in een familiale context is het absoluut belangrijk, maar zelfs als je overlaat aan derden, moet je weten dat een financiering door een bank van een overlating ergens stuit op limieten. We spreken van een soort kader, een referentiekader, dat betrekking heeft op
Hoe lang willen we dat lenen? Welk percentage van die overdracht willen we lenen? Welke waarborgen willen we bij die onderneming? En goed, laat ons beginnen met welk percentage van een onderneming die overgelaten wordt, willen we financieren? Wel, in het algemeen, en ik spreek nu voor KBC, omdat ik daar al jaren werk, denk dat ik dat dus eigenlijk namens de ganse financiële sector mag zeggen, dat er toch de verwachting is dat er 20 à 30%, laat ons een gemiddelde van 25, dat is geen exacte wetenschap, hè, maar een gemiddelde van een 25% eigen inbreng is in de betekenis van middelen die niet moeten afgelost worden gedurende de eerste 5 à 7 jaar. Met andere woorden, die niet wegen op de onderneming wanneer ze dus eigenlijk wordt overgelaten. En dat is prioritair natuurlijk eigen inbreng van de overnemer, maar dat kan steun zijn via de klassieke 3F, family, friends, fans of fools, zegt men soms. Private equity is al een groot woord, allemaal Engelse woorden, daar moet u ver van afhouden. Maar dat betekent eigenlijk gewoon buitenstaanders die op een of andere manier proberen steun te geven. En voor alle duidelijkheid, het gewest, ik spreek hier nu voor het Brussels gewest, maar dat heeft eigenlijk een regeling overgenomen van het Vlaams gewest. Het gewest gaat hier toch wel een aantal duwtjes in de rug geven, zowel onder de vorm van bewaarborging, daarover zelfs meer, als onder de vorm van steun. En ik denk hier zeer specifiek aan de vrij recente proxylening die je in Brussel kan krijgen. Een proxylening is eigenlijk een lening die buitenstaanders, dat wil zeggen niet aandeelhouders en niet bedrijfsleiders, aan een vennootschap, KMO-vennootschap kunnen geven. En waarbij het gewest zegt van oké, dat zijn de condities, een looptijd tussen de 5 en de 10 jaar, een interest van maximum 1,75% en minimum de helft, zoiets, 0,875, zoiets ongeveer 1%, dat is niet veel, maar wij als gewest, wij gaan daar de eerste 3 jaar 4% bovenop doen. Dus elk jaar gaat dus eigenlijk degene die zo'n KMO steunt onder die formule 4% extra netto rendement krijgen via belastingaangifte. Dus dat zijn eigenlijk steunmogelijkheden die dus helpen om een overname mogelijk te maken. Maar dus als ik zeg van eigen middelen, zijn dat fondsen, cash, betalingen. Dat kan ook zijn van de overlater die zegt van oké, ik ga 20% van mijn prijs nog niet opvragen. En ik ga daar bijvoorbeeld 5 jaar afblijven. In een familiale context is dat al veel. Dan zou de overnemer bij wijze van voorbeeld maar 5% moeten inleggen en de overlater zegt, ik laat 20% als ik 75% van mijn prijs krijg. Dat zijn zaken die dus heel, heel courant gebeuren, want een bank kan niet verwacht worden, die werkt met spaarmiddelen, dat die 100% risico neemt op zo'n overlating. De bank weet ook niet, gaat die nieuwe gast of die nieuwe dame die die zaak overneemt, dat even succesvol doen als de vorige. Als het dan gefinancierd wordt, moet u rekening houden met het feit dat de financieringstermijn nooit meer dan 7 jaar zal zijn. 5 à 7 jaar. Ja, soms iets meer wanneer er effectief ook vastgoed in de vennootschap zit, maar gewoonlijk beperkt het zich tot een zevental jaar. En dat is eigenlijk per vrije cashflow, vrij beschikbare kasmiddelen, moeten kunnen gebruikt worden om die terugbetaling te doen. En vrij, dat wil zeggen, rekening houden met geld dat de vennootschap genereert en dat ze dus moet gebruiken om nieuw materiaal te kopen, vervangend materiaal, een transportbedrijfje, een koerierdienst moet regelmatig nieuwe kamionetjes kopen enzovoort. En dus daar is geld voor nodig. Dus de winst, de cashflow die gegenereerd wordt, gaat deels naar die herinvesteringen. Plus, je moet ook wel wat werkkapitaal hebben, want in veel gevallen gaat een KMO iets langer betalingsuitstel moeten geven dan dat hij krijgt van de leveranciers. Wat de waarborgen betreft, ik heb hier al eigenlijk een tipje van de sluier opgelicht, maar dus dat is dikwijls problematisch, hè? Want dus de deal kan goed zijn, de prijs kan correct zijn, kan gefinancierd worden, maar dan zegt die bankier, ja, maar ik wil toch ergens een waarborg. Weet dan dat eigenlijk de vennootschap die overgenomen wordt, in principe zeg ik, geen waarborgen of voorschotten mag geven vanuit haar eigen actief. Die mag zichzelf wettelijk niet gaan verzwakken. In zekere mate mag dat wel, maar dat is zeer beperkt en gaat er vooral niet vanuit dat de vennootschap dat dus eigenlijk gaat doen of voor een groot stuk gaat doen. Dus daarom zijn overheidswaarborgen welkom.
Een bank die dat financiert gaat altijd zeggen van ja, ik wil die aandelen wel in pand, dan heb ik toch iets, maar weet goed dat op het moment dat je dat pand nodig hebt, dat dat eigenlijk blijkt dat die vennootschap absoluut niet zo rendabel is als waarvoor ze gefinancierd werd. En dat het dus voor een bank eigenlijk een waarborg is met heel weinig dekking. Soms gaat men in zo'n situatie zeggen van oké, beste overnemer, het gaat hier om een kleine onderneming, hè, waarvan dus het succes en de continuïteit op uw schouders rust. Dus wij willen u financieren, want wij geloven in u als persoon. Maar dan gaat u zich persoonlijk toch voor een zeker bedrag, niet voor de totaliteit, maar toch borgstellen dat u dus eigenlijk ons gaat garanderen dat dit verhaal succesvol wordt afgerond. Dus toch een aandachtspuntje. Je kunt zeggen, als ik het overlaat, après moi, le déluge, dat is niet helemaal het geval, want als het niet financierbaar is, je moet geen negotiaties gaan voeren met een partij die niet in staat is om voldoende eigen middelen op tafel te leggen of die niet solvabel bevonden zal worden door een bank. Want dat heeft geen zin. Die mag een hoge prijs proberen te bieden, die gaat nooit aan de centen geraken. Een overname structureren. Dat is een volgend issue. Degene die het overneemt, dat is een fysieke persoon waar u mee spreekt, maar in bijna alle gevallen zal in België een vennootschap overgenomen worden door een andere vennootschap. Al wordt die speciaal daarvoor opgericht. Men noemt dat met een Engels woord een holding, maar in het Vlaams kunnen we dat ook zeggen. Een holding, dat is een ding waar niks in zit. Daar wordt een vennootschap opgericht waar men wat geld in steekt, het eigen vermogen, en voor de rest. Koopt hij, heeft hij geen activiteit, koopt hij de aandelen van de werkmaatschappij. Zeg je dan, waarom doet hij dat? Wel, dat heeft alles te maken met onze Belgische fiscaliteit. Als in mijn voorbeeld hier Philippe en Mark een BV zouden overnemen, een werkmaatschappij, die u hieronder ziet, dus eigenlijk, dan gaat dus eigenlijk, als ze die prijs willen financieren, gaan ze dat eigenlijk met netto-centen moeten terugbetalen. Netto, waarom? Ja. Aandelen die zijn niet afschrijfbaar. Dus als je een terugbetaling wilt doen van geleend geld voor aandelen, je kunt dat niet afschrijven. Je moet dat dus met netto geld terugverdienen. En netto geld in de privésfeer, ja, we zijn eigenlijk een beetje wereldrecordhouder, gouden medailledrager van loontaxatie. Dus Philippe en Mark zullen op de 100 euro die ze uit de werkvennootschap die ze gaan overnemen halen, gaan daar geen 40 van overhouden om een terugbetaling van kapitaal te doen. Richten zij een holding op, veel maar, dan gaat die holding dat ook met belastgeld moeten terugbetalen. Maar laat nu de vennootschapsbelasting sinds 2020 gezakt zijn naar 25%. En in sommige gevallen, in dit geval bijvoorbeeld, is dat mogelijk, zelfs maar 20%. Zodanig dat veel maar van de winsten die ze gaat genereren, in feite netto minstens 75% gaat overhouden om aan de bank een krediet terug te betalen. Hoe gaat ze dat dan terugbetalen? Wel, Mark en Philippe zullen niet rechtstreeks aandeelhouder zijn, maar hun holding Filmar wordt aandeelhouder en dan ook bestuurder. Aandeelhouder en bestuurder. Dat wil zeggen, als aandeelhouder kan Filmar zeggen van hé, ik heb hier 100% stemrecht en ik heb hier 100% recht op overtollige reserves. Men noemt dat een dividend. Dat zijn winsten die de exploitatiemaatschappij heeft gegenereerd, vroeger of in de toekomst, en waarvan dat de aandeelhouders zeggen, dat is voor ons. Dat is winst als vergoeding voor het geld wat we hebben gestoken in u. En dan krijgt zo'n holding Filmar een dividend en die winst, in gevolge van een specifieke fiscale regeling, die gaat netto van de ene vennootschap naar de andere vennootschap overgaan, van dochter naar moeder, zonder afronding. Belaste winst bij de dochter komt als belaste winst bij Filmar en gaat niet meer extra belast worden. Niet belaste winst, en dan kijk ik aan de andere kant van het spectrum, namelijk het afromen van winst door facturatie. Als Filmar nu een keer veel marketing is en de marketing gaat doen, of een aankoopcentrale wordt voor de exploitatie, dan kan ze dus eigenlijk prestaties gaan factureren aan de werkmaatschappij en dan krijgt ze dus eigenlijk managementvergoedingen of bestuursvergoeding, kan bestuurder zijn, of deelnames in de winst. En dan gaat dat dus een
kostprijs zijn voor de exploitatie en een belastbare opbrengst voor firma. Maar er is maar één keer belasting en die is maximum 25%. Als je dan je aandelen verkoopt als privépersoon, in tegenstelling tot het handelsfonds van een eenmanszaak verkopen, ja, dan verkoop je een stuk van je privépatrimonium. En laat nu in België de omstandigheid bestaan dat wie een winst realiseert op zijn privépatrimonium daar geen eurocent belasting over moet betalen. Dus je verkoopt de aandelen van je familiebedrijf en dat is netto. Netto in de pocket. In uitzondering, hè, als het niet kadert in het normaal beheer van een privévermogen, maar een overlating bij pensionering is dat altijd. Als het niet kadert in het normaal beheer, dan is er dus wel 33% belasting verschuldigd. En dat niet normale, daar ga ik u een voorbeeld van geven. Stel dat niet, zoals in mijn vorig voorbeeld, Philippe en Mark, de zonen van Didier, de vennootschap gaan overnemen met Filmar. Maar stel dat Didier zegt van, ik ga zelf een holding maken, hè, de holding Didier. En ik, Didier, verkoop mijn aandelen aan mijn eigen holding. En ik ga er met een natte vinger een dikke prijs op zetten, want die is toch netto voor mij. Wel, laat dat nu beschouwd worden als abnormaal beheer van een privépatrimonium en belastbaar zijn in ons wetboek inkomstenbelasting, artikel 90, gaat je dat terugvinden, is dat belastbaar aan 33% plus gemeentebelasting uiteraard. Geen sociale bijdrage, laat dat er nog af, maar de facto gaat je dus toch wel zitten aan 36% belastingstarief. Dus, maar bij een overlating in de context van we gaan op pensioen, we stoppen ermee, we hebben er genoeg van, nul. Alles netto in de pocket. Voor de volledigheid, maar ik denk ofwel hebben jullie dat al gehad, ofwel komt dat nog, moet ik toch heel eventjes een zijsprongetje nemen, dat dus helaas niet elke onderneming verkocht wordt of geschonken wordt, maar soms door het overlijden van de bedrijfsleiding vererfd wordt. En ook hier, sinds 2012, bestaat er een enorme gunstige regeling, zowel in het Brussels gewest, maar ook geïnspireerd op de regeling van het Vlaams gewest. In Brussel is dat sinds 2016, maar dat doet er niet toe. Het is een situatie dat wanneer een zelfstandige onderneming, een familiale onderneming, door overlijden overgaat, of het nu een eenmanszaak is of een vennootschap, dat dit aan een apart gunsttarief kan gebeuren van 3% successie, erfbelasting. 3%, dat is echt niet veel. 3% is in rechte lijn naar kinderen, kleinkinderen, partners, al dan niet gehuwde partners. Als het naar vreemden is, is het 7%. Wat is eigenlijk de voorwaarde? Wel, die speciale regeling heeft een aantal voorwaarden. U gaat de slides krijgen, dat heeft men mij gezegd. Ik kan ze bij u niet opvragen, maar u gaat ze krijgen als deelnemer. Daar zijn in feite drie voorwaarden. Hè. Je hebt eerst de exploitatievoorwaarden, de participatievoorwaarden en de continuïteitsvoorwaarden. De exploitatievoorwaarden wil zeggen, je kunt dat niet doen voor een patrimoniumgenootschap. Daar moet een economische activiteit zijn. Gelijk wat. Hè. Verkoop, handel, nijverheid, ambachtelijk, dokters, kinesisten, gelijk welke zelfstandige activiteit, maar niet louter vastgoed. Er moet een economische activiteit zijn. En wanneer het vastgoed op de rubriek 22, terreinen en gebouwen, effectief zeer zwaarwegend zou zijn, het is te zeggen, meer dan de helft van de totaliteit van de vennootschap van het actief zou uitmaken en er nauwelijks of geen personeelskosten zijn, en dat wordt dan uitgedrukt aan minder dan 1,5% van het balanstotaal, bon, dan gaat men ervan uit, dit is sowieso een vennootschap die geen gunsttarief krijgt. Je kan altijd bewijzen van, toch wel, het is wel zo. Bon. Dat is een eerste voorwaarde. De tweede voorwaarde is de participatievoorwaarde. Wat betekent dat? Dat betekent in feite dat de vennootschap in handen moet zijn van een familie. Een familie, wat bedoel ik daarmee? Eigenlijk de familie in de meest brede betekenis, dat is dus de erflater, kinderen, kleinkinderen, partners, tot en met neven, nichten, broers en zusters. Dus maar in persoonlijke handen, voor minstens de helft. Is dat niet het geval, is er een tweede mogelijkheid. Je kan dus een KMO-bedrijf hebben met twee families.
En dan moet er minstens 70% in handen zijn van natuurlijke personen die deel uitmaken van twee families. En elke familie moet dan minstens 30% hebben. En indien niet, hè, als er nog meerdere zijn, ja, dan moet er 90% in handen zijn van natuurlijke personen. Maar dan moet dus eigenlijk de familie waar de vererving het gunsttarief claimt, ook minstens 30% in handen hebben. En tenslotte is er de continuïteitsvoorwaarde. Ook belangrijk, dat is geen automatisme. De erfgenamen moeten daarvoor kiezen. Wij willen deze familievennootschap verder zetten en wij willen die erven aan 3%. En dat wil zeggen een engagement dat er minstens 3 volledige jaren zonder onderbreking dezelfde activiteit wordt verder gezet. Het moet niet zijn door de erfgenamen persoonlijk, maar ze mag niet verdwijnen. En dat wordt altijd gecontroleerd. Maar bon, tot hier het doemdenken van oei, we hebben niks geregeld. Er is een tweede luik aan die gunstregeling voor de overdracht van familiebedrijven. Hè. Daar is een Brusselse ordonnantie over. Dat is dat je kan schenken. En dat is geen 3, maar 0%. De voorwaarden zijn identiek. Het moet voor minstens de helft in handen zijn van de familie of voor minstens 30% als er meer dan één familie is. Maar dat zijn de details, je kan dat lezen. Maar die continuïteitsvoorwaarde is ook van belang. De begiftigde engageert zich in de schenkingszaak. Ik ga dat minstens 3 jaar verder zetten of laten verder zetten. Dan kost dat 0% schenkbelasting. Dat is wel extreem voordelig. En let op, dat geldt zowel voor een eenmanszaak als voor een vennootschap. Dat wil zeggen, zowel voor het gebouw, de winkel van een eenmanszaak, gebouw, geschonken aan 0%, maar de voorwaarde is dat het deel uitmaakt van een handelsfonds en dat het handelsfonds dan ook minstens 3 jaar in stand gehouden wordt. U gaat daar later wat meer over horen. Uiteraard, een schenking, ja, dat levert weinig centen op. Hoewel, een schenking is een heel interessante manier, een modaliteit van overdracht. Een verkoop is simpel. Dat doet u waarschijnlijk alle dagen. Dat is, u komt een prijs overeen, u levert, uw klant betaalt en de partij gaat uiteen. Wat je klant daarmee doet, is zijn of haar zaak. Bij een schenking is het zo, men levert en de begunstigde aanvaardt. Maar die moet ook de voorwaarden aanvaarden, waaronder dat die levering zonder prijs gebeurt. Klassiekers zijn een beding van terugkeer. Ja, stel dat u als begunstigde overlijdt voordat wij ouders zijn overleden, dan komt dat automatisch terug zonder successierechten. Oké, soms ook een verbod van, ja, wij hebben daarvoor gewerkt, dat moet in ons familie blijven, u mag dat niet inbrengen in een huwelijksgemeenschap. En de begunstigde moet dat aanvaarden. Een voorbehoud van vruchtgebruik, nog zo'n klassieker. Ik schenk het u, maar ik wil wel dat we nog jaren dividenden krijgen of zo. Minder courant, maar theoretisch mogelijk. En vind er zomaar uit, dat zijn modaliteiten van, je mocht het hebben, maar ik wil nog 2, 3 jaar bedrijfsleider worden, blijven. Ik wil nog minstens dit of dat inkomen hebben. Ik wil dat je jaarlijks of maandelijks zo'n som op mijn rekening zet. Dat is geen prijs, maar dat is gewoon een aanvulling van een pensioen. Dus die condities kunnen zowel financieel zijn als gericht op het behoud van controle. Ja, en tenslotte, het is niet allemaal overlaatbaar. Hè? Zeker ondernemingen die heel klein zijn, micro-ondernemingen, waarvan dus eigenlijk de continuïteit en het bestaan afhankelijk is van één individu op de schouders van één individuele persoon. Ja, het is nogal moeilijk om jezelf over te laten. En dus in die situaties, dus niet dat er daar geen personeel kan zijn, maar in die situaties dat er eigenlijk maar één persoon is die dus de finesse kent, de stijl kent, de leveranciers, de klanten enzovoort, ja, dan is dat eigenlijk nauwelijks verkoopbaar. Dus dat is ook al een manier om je bedrijf overname rijp te maken. Dat is proberen je fysiek te kunnen distancieren van de onderneming zonder dat ze in elkaar stuikt. En daar heb je een paar jaren tijd voor om dus eigenlijk binnen je onderneming, personeel, weet ik veel, om eigenlijk mensen klaar te stomen die de zaak verder kunnen laten draaien. Maar ook door procedures te maken en door dingen te documenteren, op papier te zetten en te zeggen van kijk, dit ligt daar, dit gebeurt zo,
dit zijn die en die contracten, zijn de voorwaarden met die en die klanten of leveranciers. En hoe meer gedocumenteerd, hoe gemakkelijker dat je kunt zeggen van kijk, dit is de structuur volgens de welke ik tot nu toe succesvol heb gewerkt. En als je dat respecteert, dan gaat je dus in dezelfde elan verder kunnen. Dus verkoop van een handelsfonds is soms niet mogelijk. En dan gaat men dus moeten vereffenen. Men gaat dus bepaalde zaken misschien nog kunnen verkopen, uitverkoop doen, de stok misschien enzovoort. Gebeurt dat vanuit een vennootschap, dan kunnen daar meerwaarden, maar ook minwaarden zijn. Het verschil is het resultaat van een uitverkoop. En dan wordt zo'n vennootschap, zoals men zegt, geliquideerd. Prioritair gebeurt dat door alles te gelden te maken, vervolgens alle schulden daarmee te vereffenen. En tenslotte te zeggen van dit is het saldo, het liquidatiesaldo en na betaling van de liquidatiebelasting wordt dat aan de aandeelhouders gegeven. Wat is die liquidatiebelasting? Wel, hier zijn dus ook weer twee mogelijkheden. De klassieker is, ja, dat kost u roerende voorheffing, 30%. Maar u weet wellicht dat KMO-vennootschappen sinds een aantal jaren de mogelijkheid hebben om op hun winsten van het afgesloten boekjaar de optie te nemen om liquidatiereserves aan te leggen. En dat wil zeggen 10% van die gereserveerde winst al af te staan aan de schatkist en verder te doen om dan in een latere fase te zeggen nee, we trekken de stekker er volledig uit, we ontmantelen de vennootschap en we krijgen zonder roerende voorheffing die winst die nog voor 90% aanwezig is netto in de pocket. Voorbeeldje, simpel voorbeeldje. Familiebedrijf, twee dochters, mooi bedrijf. De ouders hebben de aandelen, hè, twee dochters, Sophie en Anne. En dus de ene, hè, dat is klassiek, hè, één van de kinderen of twee van de kinderen willen, maar niet iedereen. Hè. En de ene wil dat graag verder zetten, de andere heeft haar zinnen gezet op iets anders. En dus, ja, bon, de ouders willen dat kalmer aandoen, willen stilletjes aan afstand gaan nemen, maar hebben toch nog wel een stuk van het vermogen nodig om hun pensioen aan te vullen. Dus fijn om dat verder te zetten, maar anderzijds willen ze natuurlijk ook wel hun dochter niet benadelen. Stel u voor, cijfermatig, hè, dat dus dit bedrijf in die context wordt gewaardeerd en dat men vaststelt van kijk, consensus binnen familie, die vennootschap, die aandelen, die zijn 1,5 miljoen waard. In veel gevallen is dat de voornaamste vermogenscomponent van de familie. En die hebben dan nog een gezinswoning en die hebben in dit geval nog een tweede verblijf en nog wat beleggingen op de bank. Dus in feite, dat is hun vermogen. Maar het gros zit in die vennootschap. Ze hebben twee dochters. Hoe kunnen ze dit aanpakken? Wel, in zo'n situaties is het eigenlijk altijd te kijken van wat is wenselijk en wat is haalbaar. We moeten beginnen met wat wens je eigenlijk. Heel belangrijk. Hè? Wens je als overlater, als ouders in de familiale context, wilt je die aandelen overdragen of wilt je gewoon zeggen van wij blijven aandeelhouder, maar één of meerdere van de kinderen gaan nu operationeel het bestuur waarnemen en we gaan van op de zijlijn, dus niet als een schoonmoeder, maar op de zijlijn aanwezig blijven als aandeelhouder, punt gedaan. Of willen ze de aandelen overdragen? En als ze dat willen overdragen, hoeveel van die som willen ze dan eigenlijk voor zichzelf? Sommige mensen zeggen, ja, wij hebben vastgoed genoeg, de huurinkomsten, dat is ruimschoots genoeg, wij gaan dat overlaten, maar eigenlijk hebben we dat niet nodig en we willen gebruik maken, geheel of gedeeltelijk, dat moet niet voor alles zijn, van die gunstregeling, we gaan dat schenken aan 0%. Willen ze elk van de kinderen een gelijk deel geven? In de meeste gevallen is dat zo, dat is geen verplichting, maar de meeste ouders vinden dat billig. Is het haalbaar? Ja, als er een prijs gevraagd wordt, dan moeten we natuurlijk kijken van wat is de draagkracht van degene die dat gaat overnemen. Moeten die ouders daar ook geen support geven? Is daar genoeg eigen middelen? Kunnen die dat aan? Draagkracht betekent voor een stuk ook mentale en ervaringsdraagkracht. Van, kunnen die eigenlijk, hè, want een zoon of een dochter kan technisch of administratief perfect functioneren, maar daarom nog niet geschikt zijn om alle eigenschappen van een goed bedrijfsleider in zich te hebben. Terugbetalingscapaciteit. Hè. Ja, je kunt je daar een prijs op zetten, maar als dat niet terugbetaalbaar is zonder de onderneming bijna een kopje onder te duwen, ja, dan is dat ook niet haalbaar. En zijn er waarborgen. En dus, voorbeeldje hier, de zaak was 1,5 miljoen waard. De ouders hebben gezegd van, kijk,
Laat ons zeggen, we gaan de helft voor ons houden, de helft verkopen we en de andere helft schenken we. We gaan dat schenken aan onze twee dochters, we hebben er twee, Sophie en Anne. De helft van 1,5 miljoen is 750.000, daar de helft van. Sophie heeft 3,75 in aandelen gekregen, kostprijs 0% schenkbelasting en Anne ook. Maar Anne zegt, ja, ik wil iets anders doen. En dus Sophie richt een holding op. Steekt bij wijze van inbreng haar aandelen, 25% in dit geval, 375.000 euro als inbreng in de zaak. Dus die zaak krijgt 25%, koopt van de zus de 375 en van de ouders de andere 750. Maar de ouders zeggen van we gaan u een beetje steunen en we gaan dus eigenlijk een vendorloon, een verkoperslening geven van 300.000 euro. Dus van de prijs van 750.000 euro willen wij er in de pocket 450 en die andere 300 volgend jaar, binnen 2 jaar, als de zaken een beetje terug op hun beloop zijn, zullen we dat wel krijgen. Anne krijgt dan de 375. Dus je hebt een investeringskrediet van 825.000 euro bij de bank. En dus in feite... is dat hier in orde? Het is hier niet goed voorgesteld. De 1 is verschoven naar boven. Dus financieel vast actief is niet 500.000, maar 1.500.000. Het eentje staat van boven. Dus dat is een beetje een structuur, een klassieke structuur, waarin dat je dus die 25% en die financiële haalbaarheid kunt combineren. En Sophie gaat dus met haar overname, met haar holding, eigenlijk gaan kijken hoeveel reserves kan ik via dividend oversassen en hoeveel bestuursvergoedingen kan ik fiscaal afromen bij de exploitatie om een terugbetaling aan de bank te doen. Gewoon een simpel voorbeeldje uit het leven gegrepen met wat cijfertjes, maar geval per geval passen wij daar wel de juiste structuur op toe. Je kunt dat moeilijk gaan veralgemenen. Voilà.